Welkom in deze video waarin we jou gaan laten zien hoe je met behulp van Excel snel een factuur op kunt stellen. Het eerste wat je moet doen nadat je Excel hebt geopend is aan de linkerzijde Home selecteren. Nadat je dit gedaan hebt kun je aan de rechterzijde kiezen om meer templates zichtbaar te maken. Nadat je dat gedaan hebt verschijnt een zoekbalk waarbij jij kunt aangeven dat je op zoek bent naar een factuur of als je in het Engels werkt een invoice. Nadat je invoice of factuur hebt ingetoetst, zie je automatisch de tientallen facturen verschijnen die Excel voor jou beschikbaar heeft. Je ziet dat er onder andere een standaard template is voor invoices, maar ook eentje die specifiek is vormgegeven voor het factureren van diensten. En je ziet dat er gewerkt werd met verschillende kleuren en vormen, zodat jij kunt kiezen welke factuur het beste bij jouw bedrijf past. Scroll door de verschillende mogelijkheden heen totdat je jouw favoriet hebt gevonden. Dubbelklik vervolgens op dit template en dan zie je gelijk een mooi opgemaakte factuur verschijnen. Je kunt hier zelf je logo toevoegen, je eigen adresgegevens invullen, de gegevens van de klant en natuurlijk het factuurnummer en de datum, die overigens al automatisch door Excel wordt ingevuld. En alle andere gegevens zoals de beschrijving van de dienst en de prijs. Zodat je snel een factuur hebt opgesteld. Voordat je de factuur daadwerkelijk verzendt, raden we aan om hem eerst op te slaan als PDF. Dit doe je door te zeggen Save As. En vervolgens hier PDF te selecteren. Klik vervolgens op opslaan, zodat je hem straks aan je mail kunt toevoegen wanneer je hem verzendt naar de klant. En dat was hem.